dwarsvloer vol confetti is een coming-of-age film dat speelt in het Zeeland van de jaren 80. Katelijn is een 15-jarige boerendochter in een zeer gelovig boerengezin. Ondanks de strakke geloofsnormen van haar ouders heeft ze nieuwsgierigheid, dromen en ambities die verder gaan dan de traditionele dochterrol in het gezin. Verder is ze ook nog eens de enige dochter in een gezin van 7 kinderen en dat is ook niet altijd even makkelijk. Deze boekverfilming was mede door de Zeeuwse achtergrond de openingsfilm van het Film by the Sea Festival. Wie een jaren 80 film vol schoudervullingen, Michael Jackson, Madonna en poedelkapsels verwacht, komt er echter bedrogen uit. De film is vooral een treffend portret van een streng gelovige gemeenschap. De mij onbekende Hendrikje Nieuwerf speelt de rol van de 12-jarige Katelijne. Ze weet de juiste mix van jeugdige naïviteit, brutaliteit en kwetsbaarheid te vinden en is daarmee de ontdekking van deze film. Deze rol had in verkeerde handen een flauw stereotype kunnen worden, maar Nieuwerf laat zien een enorm talent voor de toekomst te zijn. Haar Katelijne is een meisje waar de kijker zich echt achter kan scharen. Minder prominent, maar toch goed opgebouwd, is de rol van Suzanne Bogaert als de moeder van Katelijne. Aanvankelijk is ze niet meer dan een soort politieagent van het geloof die vooral haar kinderen op het rechte pad wil houden en de belevenissen en fantasieën van haar dochter van bijtend commentaar voorziet en af en toe vader tot een corrigerend pak slaag aanzet. Gaandeweg ontdekt Katelijne echter dat haar moeder wellicht ook dromen en fantasieën koesterde. Misschien af en toe nog wel. In mindere handen had deze film het risico gelopen slechts een bijtende afrekening met een gelovige opvoeding te worden. Dat valt gelukkig mee, het is in het leven van Katelijne niet alleen tragiek, kommer en kwel. De film is soms wellicht iets te kabbelend en had zijn personages een beetje meer kunnen uitdiepen. Desondanks verlaat je na het zien van deze film met een gelukzalige glimlach de zaal. Ik geef de film 4 uit 5 sterren.